Eén oproep wil ik hier toch echt vandaag wel doen. Vanuit mijn vorige functie heb ik, onder meer samen met Actis, al vanaf het begin van de coronacrisis continu aandacht gevraagd voor de situatie van ouderen en het zorgpersoneel in verpleeghuizen en de thuiszorg. Als het gaat om infectieziektebestrijding is de aandacht voornamelijk gericht geweest op de ziekenhuizen. Maar dat was en is maar het topje van de ijsberg. Meer dan de helft van het aantal sterfgevallen vond namelijk plaats in de verpleeghuizen en de ouderenzorg. En het blijft een pijnlijke constatering dat de gemaakte keuzes ingrijpende gevolgen hebben gehad. Ik wil dan ook nadrukkelijk aandacht vragen aan de minister voor deze sector, die het ook nu nog buitengewoon moeilijk heeft. En het moeilijk heeft om de roosters rond te krijgen vanwege het enorme ziekteverzuim, waardoor de kwaliteit van zorg niet goed geborgd kan worden. En voorzitter, ik maak het van zeer dichtbij mee. Ik werk in de weekenden regelmatig dagdiensten in een revalidatiecentrum, woonzorgcentra. En daar staan we soms met 2 tot 3 mensen op 28 zware patiënten die gerevalideerd moeten worden, die niet zelf kunnen. En als ik 2 dagdiensten in het weekend heb gedraaid, dan ben ik lichamelijk echt gebroken, maar ook mentaal gefrustreerd, omdat de zorg die we echt moeten verlenen, we niet kunnen verlenen. En ik zie dat mijn collega's daar echt aan onderdoor gaan. Dus ik wil als laatste aan de minister nog vragen of hij mij echt wil toezeggen dat de focus echt ook op de kern moet liggen. Niet alleen op de korte, maar ook op de lange termijn.